189, dat is een flink pak, maar naast de kwantiteit staat toch wel wat kwaliteit aan de start in Ruddervoorde, met zelfs een delegatie van Quickstep Energetic. Peter van Petegem, Cédric Vasseur, Kevin Hulsman, Sébastien Rosler en Kevin Seeldraaiers, de revelatie uit de Dauphiné Libéré. Nationaal kampioen Nico Eekhout is ook van de partij, net als Nico Matan en Philippe Gilbert. De Waal uit de La Française de Jeu-formatie zit ook in de kopgroep van 24, die in de zesde van de 16 ronde ontstaat. Gilbert heeft zijn ploegmaat Thierry Marichal mee en er zitten nog wel wat interessante namen bij. Geert Steurs en Olivier Kaijzer van Predictor Lotto, Geert Omloop X, Belgisch kampioen. De winnaar van vorig jaar, Christian Mouro uit de Tenax-ploeg. Steven Kleine van Landbouwkrediet, Jurgen François uit Leeke, winnaar van de grote prijs Rudy Danens in Nevelen, Sven van Doeslaren, vorig seizoen nog de beste junior van het land en nu al flink meerijdend met de grote jongens en deze Frederik Willems, actief bij het Italiaanse Liquigas. Mouro rijdt wel zo passief dat hij serieus op zijn donder krijgt van Philippe Gilbert, iets wat Mouro duidelijk niet zint, hij stapt gewoon uit de wedstrijd. Het peloton beseft al vlug dat de wedstrijd erop zit en wordt op 3 ronden van het einde afgevlacht. De trainingskilometers voor het Belgisch kampioenschap in Ronse zitten wel in de benen ondertussen. In de voorlaatste ronde gaat de schifting verder. 7 man scheiden zich af. Pieter Jacobs, Olivier Kaijzer, Geert Omloop, Sébastien Rosler, Frederik Willems, Stijn Hoornaert van Soenen Schermond en Philippe Gilbert. Gilbert springt weg in de laatste kilometers, maar krijgt geen vrijgeleide van Rosler en Kaijzer. Met z'n drieën sprinten ze voor de zege. Rosler toont zich de snelste voor Gilbert en Kaijzer. De Walen zijn klaar voor het Belgisch kampioenschap.